Hoi man, kan ik voor je doen? Ik heb een broek bij jullie gekocht, die wil ik graag terugbrengen. Je wil je geld terug? Ja. Heb je een bon bij? Die heb ik. Hey, je hebt het gepind. We hebben nou retourpinnen, worden teruggestuurd op je rekening. Oké. Okay. Shoppers kunnen vanaf nu retourpinnen. Bij het terugbrengen van een artikel wordt het geld via een betaalpas teruggestort. Ga op oké drukken. Met retourpinnen komen de banken tegemoet aan de wensen van de detailhandel en de brancheorganisatie. Dat is een extra mogelijkheid die er nog niet was om voor onze klanten op een makkelijke manier hun geld terug te krijgen indien ze iets bij ons komen terugbrengen. Retourpinnen kan voor alle betaalpassen worden gebruikt. Rabobank lanceert de dienst in winkelketen Score en biedt het andere ondernemers aan. Met retourpinnen kunnen we heel gemakkelijk zorgen dat klanten makkelijker geld teruggestort krijgen op hun rekening. Het is als het ware een omgekeerde pinbetaling met de betaalpas. Heel erg eenvoudig en makkelijk. Dat vind ik fijner, want dan komt het inderdaad terug op mijn rekening en heb ik geen losgeld in mijn portemonnee wat verdwijnen kan. Ja, op je rekening is wel wat veiliger, denk ik. Zou je er gebruik van maken, denk je? Ja, ik zou er wel gebruik van maken. Ik vind het een handig idee, omdat als ik mijn geld op mijn rekening heb, ik beter weet hoeveel geld ik heb en het ook minder snel uitgeef. Hier is je bon. Retourpinnen is nu alleen mogelijk bij winkels die klant zijn van Rabobank. In de komende maanden sluiten andere Nederlandse banken aan. Alsjeblieft, okay. Fijne dag. Hetzelfde.